welkom bij deze nieuwe aflevering van de Koffiepraat. En een beetje verlaat onze verontschuldigingen, maar de heer Harry Moongra zit al bij ons in de studio. Want zoals in de vooraankondiging aangegeven, is hij dus de studiogast vandaag in de Koffiepraat. En zullen we het hebben over de Week van de Psychologie. Want van 17 tot en met 23 april is dus uitgeroepen tot Week van de Psychologie. En daar heeft de vereniging dus ook aandacht aan besteed. Het is de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen, de SVPO, die dus activiteiten gepland heeft, die in contact staat met deze groepen. En met de heer Moongra zullen we praten over zeg maar de Week van de Psychologie, het vak of beroep van psycholoog zijn en hoe dat beleefd wordt in Suriname en hoe genoegzaam of niet mensen, personen gebruik maken van deze deskundigen van dag tot dag. Heer Moongra, goedemorgen, welkom. Goedemorgen directeur en andere luisteraars overal ter wereld, want ik weet zelf in Zuid-Afrika. Ik heb iemand daar in mijn verkeering dat ik die man ging toevallig gesproken. En dat mijn Arke zei, dank je. Dus in Johannesburg op dit moment aan mij Arke noem. Nou, Johannesburg, je wordt gegroet. Ook toen in Zuid-Afrika in mijn Arke, dat stemt ons heel goed. En zo hebben we ook vaker dat mensen ons insteken geven, hoor. De mensen op Sint Maarten, Amatief Mina Engeland, dat is daar ook toe eerder gekluisterd in Sint Sint-Midden app. Het stemt ons goed te weten dat de Surinamers, de Surinamangs, waar ze zich ook bevinden, luisteren naar Radio SRS Suriname. Heer Moongra, u bent psycholoog. Hoe lang zit u al in het vak? En faidu fadum of doro in a vak a beroep disi? Ik zit al zeker een jaar of 20 in het vak. En ik heb eerst aan mijn hoofdwakte gehouden. En ik voelde altijd toch even van, er was een centrale vraag die ik wilde beantwoorden. Hoe ontstaat armoede? En wat zijn de gevolgen van armoede bij mensen? Omdat Migro, middenarmoede, maar Tortonnelaan, Heveastraat, die Meursweg, de Prinsdrabbe Migro. En toen heb ik gedacht, hé, er moet toch een belangrijke reden zijn. En toen ben ik begonnen met psychologie, eerst met filosofie. Ik heb filosofie eerst gedaan, even aan de hogeschool even. En toen ik kon terug naar Suriname, toen gebeurde er iets met mijn dochter. En daar was meer psychologische kennis. Zijn we teruggegaan met het gezin. Zijn we teruggegaan met het gezin naar Nederland. En daar heb ik psychologie gedaan met de wens, de vraag van die kennis te gebruiken voor niet alleen mijn dochter te helpen, maar ook kijken van hoe we andere mensen kunnen helpen met wat psychische klachten allemaal. Dus de drijfveer zat mede daarin allemaal. De achtergrond, de missie, de visie ook die je hebt van hé, wij moeten mensen kunnen helpen in ons land en ook daarbuiten. Dat is de achtergrond van mijn eigen keuze voor psychologie. Nu zou men zich afvragen, hoe zou u het vakberoep psycholoog zijn omschrijven? Ik zou omschrijven, iemand die dus tot een cliënt kwam, het vak, dat je luistert naar de cliënt. En in het luisteren naar de cliënt ontdek je een aantal, we noemen dat structuren. Je ergens als meitaki en je lukuboen samen naar een cliënt, zijn eigenlijk een achtergrond van probleem. En dan gaan we samen kijken van, oké, dit is een belangrijke reden. En dan een pad uit om te kijken hoe kunnen wij samen, want de psycholoog doet samen met de cliënt, kijken naar een oplossing voor de zaak waarin je bent. Ik geef je een voorbeeld. Je voelt dat je heel gauw boos wordt. Dat kan bij je wordt heel gauw boos. En je hebt zelf last ervan. Dat je atembro is. Dan ga je kijken van wanneer is je ontstaan, hoe manifesteert zich en wat kunnen we doen. En dan maken we gaan eerst natuurlijk een goede diagnose. En dat doe je met gesprekken, zoals met wat testmateriaal, vragenlijst even. Je takboen, boendiep je ook toe, op een rustige manier. Een cliënt moet op vertrouwen in je takkie. Hij of zij kan zijn venster openmaken. Vertrouwen is het basic ding voor iedere psycholoog, iedere persoon die in de hulpverlening zit. En dan toont dat je, oké, dit is na. En dan spreek af, meneer, mevrouw, dit is wat doen. Dan spreek van tijd af. Het lukt niet in één gesprek maar. Want meestal, in één gesprek heb je nodig dat vertrouwen ontstaat. Vertrouwen ontstaat niet zomaar. Mensen zijn niet binnen 10 minuten bereid om hun raam open te maken voor jou.
En dat heel allemaal behandeld plan, schema. Dan wordt ook oké, dan maken we een afspraak van zo doen. En na 14 dagen of na een week, we lukken van agomorofara. Want de psycholoog moet de cliënt ook zeggen, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat is dus binnen een bepaalde richting, want je hebt soorten psychologen. Je hebt ontwikkelingspsychologen. Ja, ontwikkelingspsycholoog, kijk hoe de ontwikkeling gaat. Ik ben zelf klinisch psycholoog en dit heeft veel te maken met mensen die bijvoorbeeld lijden aan een eetstoornis. De metabolemie of anorexia, dat ga je kijken op dat stukje meer. Je hebt andere mensen, die zijn sociaal psychologen. Ja, die kijken vooral hoe is de beïnvloeding in groepen. Dus zo heb je een aantal deelgebieden waar mensen zich meer en meer specialiseren allemaal. Ik heb het voordeel. Ik ben ook orthopedagoog en klinisch psycholoog, dus ik kan het van beide kanten bekijken. En je vroeg moet werken. Dus in veel gevallen komen er wel oplossingen. In veel gevallen. En soms kan het zijn dat je een cliënt aan mij taal weg kan, aan mijn pay of zo, aan mijn money. Maar er zit even een deel ervan helemaal. Hè. Maar de meeste mensen die therapie trouw zijn, we spreken 4, 6, hangt er depends on, hè. Dan zie je wel dat er gedragsverandering, bijvoorbeeld dat smaak kon. Had hij bij bron altijd, of had hij altijd verdrietig, zo heb je een beetje stroming altijd aan het smaak. Dan zie je na een aantal dingen dat waarvoor de persoon kwam, dat wordt opgelost. Dus dat is in grote lijnen het werk van de psycholoog. Hoe zou u nu praten over de rol van de psycholoog in de Surinaamse samenleving, de maatschappij, in al haar geledingen? Ja, en dat vind ik een heel interessante vraag hoor. Omdat gedrag van de mensen heeft ook een culturele context allemaal even. Naast psychologen hadden wij vroeger, want de psycholoog heeft daar intrede gedaan in de jaren 50 in Suriname, met de instelling van het Medisch Opvoedkundig Bureau. Ja, daarvoor was psychologie niet zo bekend. En in 67 werd het Pedagogisch Instituut ook opgericht. En toen kreeg de psychologie veel meer ingang in Suriname. Nou, wat je ziet van, wat was de vraag precies? Hoe we dat kunnen bekijken? Ja. Nou, je moet wijken dus dat voor die psychologie kennis hadden, waren ook traditionele genezers. En die waren, wat wij zeggen, de before. Zij hadden heel veel kennis over hoe je mensen kunt helpen. En wat je doet, als je je werk optimaal wil doen, je moet kijken naar die culturele inbedding van. Ja, en er zijn veel raakvlakken hoor, tussen psychologische kennis even en traditionele kennis van hulpverlening bijvoorbeeld. Ik weet dat bij de, omdat ik veel in Boven-Suriname ben, dat er binnen groepsverband er veel wordt gesproken. Alle mensen geven hun mening over bepaalde dingen. Dat is een soort, ze noemen het niet zo daar natuurlijk, een soort groepstherapie. Dat doe ik ook. Dat bij elkaar komen en ze praten over het verschijnsel en men geeft advies aan elkaar. Dus die culturele context. En dan heb je die andere groepen, bijvoorbeeld ik weet de pandit en de kam. De kam is van de Javaan, die hebben ook traditionele kennis, waardoor ze mensen over een streep kunnen trekken. En dan kan je ook, als een cliënt bij me komt, vraag me ook van, heb je andere hulpverleners ook? En dan moet ik, speciaal voor Gomorrah. Dus je mag wel, omdat all behavior is context dependent. En gedrag en psychologie en omgeving, culturele context, hebben alles met elkaar te maken. Ik was maar uit een windcultuur, dan jullie psycholoog moest ook het een en ander ervan even. Je hebt je tools, je bent opgeleid even, maar daarnaast heeft de windtherapeut, zo noem ik het, ik noem het geen bonumang, windtherapeut, ook traditionele. En het is hoe mooi zou het zijn als je van beide. Ik maak even een uitstap, mijn collega psychiater Kamala Pandey heeft ook gebruik gemaakt van, ze noemen het pluralisme in de psychiatrie, van de kennis die mensen vanuit de culturele invalshoek hebben op het werken aan gedragsverandering. We moeten niet bagatelliseren, is kennis uit duizenden jaren. Wij hebben ook kennis
En samen, want het gaat om het belang van het kind, hè? Kind, volwassenen allemaal, samen kijken van hoe kan dat bijdragen dat het probleem zich voordoet allemaal even, hoe kan het bijdragen dat het probleem wordt verminderd of wordt opgelost, want daar betalen de mensen ons voor. En mij kan allemaal een probleem, je hebt verschillende soorten problemen wat ik heb. Je hebt leerprobleem, je hebt gedragsprobleem, je hebt alle toe ook toe natuurlijk, hè? En de cliënt wil, kom met een vraag, bijvoorbeeld mijn Atel Bron, of ik word altijd verdrietig, of meneer Moenra, ik voel me altijd schuldig. Ja, dat is een vraag. En dan moet je samen met de cliënt kijken naar welke zijn de oplossingsmogelijkheden. En die spreken we af. Ja. En als je daarbij gebruik zou kunnen maken van traditionele kennis, dan moet je dat doen, ja. Maakt men genoegzaam gebruik van de psychologie of de psycholoog? Vindt u dat van de samenleving mensen gauw geneigd zijn om te zeggen van hey, no, ik moet zo'n specialist raadplegen? Als ik kijk naar mij, ik heb elke dag 2 tot 5 cliënten. Desnoods telefonisch ook allemaal. Hè. Ik heb geen zicht nog even op het aantal cliënten dat dus de ongeveer 35 psychologen in Suriname hebben. Dat weet ik dus niet precies allemaal. Maar wat ik zie op scholen, dat scholen ouders regelmatig adviseren, zeg kijkt u, dit probleem kunnen wij op school. Kinderen die druk doen, kinderen die ernstig vastzitten met lezen of met rekenen, met schrijven. Kinderen die iedere keer willen vechten op school, je verstaan. Kinderen die altijd laat komen, dat de scholen ze adviseren om, maak die contact met een psycholoog. Dus bij scholenonderwijs is dat ook gemeen goed. In bepaalde groepen van mensen, ja, kan je zeggen, ik zou niet zeggen, een lower klasse, hard klasse, dat wil ik dus echt niet, onderzoek zou dat moeten. Maar er zijn ook steeds meer mensen, sinds ik werkte bij het Pedagogisch Instituut, dat zie je dat veel mensen ook zeggen, oké, wat zich nu voordoet bij mijn kind of in mijn relatie, want je hebt ook psychologen die werken aan relaties met mensen allemaal, ja. Dit kunnen we niet aan, dus wij zullen gaan. Vaak gaan wij ook bij een gebedsgenezer. Die bestaan, die zijn er ook allemaal. En die kunnen ook werken, bestrijden dat niet allemaal. Het is en-en allemaal, hè. Maar of het nou algemeen geen gemoed in Suriname is van, ik loop even vast in mijn ontwikkeling. Dat zou ik niet, nee zeg niet nee, maar wat ik wel zie. Als ik kijk van mijn eigen situatie en van de psychologen die ik ken een paar persoonlijk heel vrij goed even, zijn een groot aantal mensen zoekt die weg. En dat zijn alle mensen van allerlei niveaus, allerlei klassen, het maakt niks uit even. Saaf, maar vind een weg naar psycholoog, ja. Zou het niet misschien wat laagdrempeliger moeten, want er zijn in de afgelopen periode, waarbij we dus ook dit soort thema's bespraken, ook wel luisteraars geweest die aangingen van hey, mibo wanko graag, maar boy, mino denk dat nog maar een paar jaar moet, want ja, we go iemand to consult en het is nog net niet binnen mijn budget. Ah, yeah, no. Dus dat is een heikel punt in ons land. Mental health, van onder mental health, heeft te maken ermee natuurlijk, hè. En dan zou je, zoals in sommige landen, ik weet toevallig van Brazilië ook, hè, ik ga niet eens naar Europa, hoe ontwikkeld, maar van overheidswegen je bureaus hebt waar mensen kosteloos kunnen gaan. Likval Abja, Prodeo Advocaten. Maar dat heeft te maken met politiek beleid te maken allemaal. Een ander ding is dat SZF een deel betaalt, maar wij als psychologen vinden dat nog niet genoeg. Omdat we onderhouden je kliniek. Als je moest netjes in verstaan, dan heb je money van nodig. En als je dus fulltime werkt als psycholoog, dan wil je daarvan ook leven. Dus dat stukje van die beloning van ons, kan je zeggen, het is wat SZF ons geeft, is ver beneden wat wij graag willen hebben. En dan, en nu praat ik uit mijn eigen kliniek even, we tegen de man dat na tarief, en SZF ik die of van traverzekering maatschappij, dus je moest pas bij. En in de meeste gevallen, dus mij dacht je, oké, dame, pas dat bij, want nu was een hippie. En in sommige gevallen, en nu spreek ik van mijzelf even, dat jongen, mijn moeder, nu was niet, maar dan met taxeer, dan ben ik, oké, dan ben ik dat liever monitoren. Maar dat is persoonlijk eigenlijk, hè, vanwege mijn eigen visie op de zaak. Maar in doorsnee, zeker psychologen, jonge psychologen, die pas beginnen,
ja, die hebben geld nodig om hun dingen onderhoud en zo. Dus het depends on allemaal. Maar het is niet zo dat wanneer iemand bij een psycholoog gaat en mobiel, dat iemand spijt met je raken. Nee, dat denk ik niet even. We zijn hulpverleners en vele van ons houden ook rekening met de sociale werkelijkheid van veel mensen allemaal. Maar aan de andere kant zeg ik, we hebben ook een aantal verplichtingen die we moeten doen. Er heerst zo nu en dan, of misschien ja, heel vaak, een misconceptie als het gaat om een psycholoog en een psychiater. En heel vaak zijn er toch wel mensen die zelfs niet openlijk over durven praten van hé, ik ben onder behandeling van een psycholoog. Omdat men ervan uitgaat dat de buitenwereld op praxeert, dat er iets mis is met die mensen. Heeft u dat ook wel eens opgevangen en wat zegt u hierover? Ja, in het algemeen weet ik, als ik de afgelopen 20 jaar 1000 vrouwen om mijn knie gehad heb, dat zijn dus van die 1000 cliënten, sorry. Dat van die 1000 zeker 900 vrouwen. In het algemeen denken mannen, veel mannen van if you go drop it, dan moet je van stempel. Is een vooroordeel die men heeft over het werk van psychologen. Maar dat heeft ook te maken met de historie van hulpverlening. Namelijk, de jaren 50 waren psychiaters en die waren in de kul. En kul werd genoemd als cholera. Want de plantage heette daar cholera. Of wolvenbuttel. Dus die begon erop, die begon naar cholera. Dus dat stempel voor orde is gebleven. En neem het van me aan, ik was aan de stempel, neem de tijd nodig voor dat manje dat nou, mannen zeker even, maar in mijn praktijk zijn mannen minder geneigd om naar een psycholoog te gaan, omdat ze dat combineren met dingen allemaal. Maar dat stukje van wat hangt samen mee, dat gaat tijd nodig hebben. En de psychologen profileren zich, zoals vanmorgen. We profileren zich van, het is niet zo dat nee, absoluut niet. Wij allemaal mensen, op welk niveau, wij lopen soms even vast. En je ziet het even niet zitten, of met je relatie, of met je kinderen. En daarvoor is een, en ik zeg ook, hè, dat is mijn persoon, de beste hulpverlener, in dit geval psycholoog, is die zich gauw overbodig maakt. Omdat het universum, andere mensen zeggen God, universum geeft jou alle tools om jezelf te helpen. Wat je nodig hebt van die psycholoog of psychiater is van een setje om door te kunnen gaan. Om vorm te geven aan je leven. En dat is, dan ben je heel erg geslaagd als je de cliënt kan zeggen, hé, die zit doekbaar, je gaat morgen varen. En dat vooroordeel blijft, omdat vooroordelen zijn hardnekkige dingen in een samenleving allemaal. En die hebben tijd nodig om langzamerhand, wanneer de psychologen veel meer zijn. Kijk, we hebben nou het geluk dat ADEC aflevert. Don van Dissel is een van ze, een heleboel van ze. En die beginnen hun verantwoordelijkheid te nemen in die maatschappij. Waardoor dus dat stigma langzamerhand waar gaat verbleken. Amen. Ja. 17 tot en met 23 april is uitgeroepen tot week van de psychologie. Wat moeten wij ons daarbij indenken? 1 en 2, hoe wordt hier in Suriname bij stilgestaan? Nou, wat we moeten indenken, dat wij dus over de hele wereld, hè, want ik weet, toevallig van Zuid-Afrika spreek vanmorgen, dat daar ook vanmorgen ook nog even, ik weet van Europese landen even, Brazilië weet ik het ook omdat ik contact heb met iemand daar even, dat wij dat beroep aan de brede massa willen uitleggen op een speciale manier, op een eenvoudige manier, dat wij zijn voor de hulpverlening, we zijn opgeleid, het is ons werk allemaal. Wij zijn 4 tot 6 jaar opgeleid en meer bekendheid geven dat de psychologie er is voor het volk, voor de samenleving en verschillende gebieden allemaal even. Dat is de bedoeling van die week en wereldwijd. Maar is zoals je bijvoorbeeld internationale week hebt voor vrouwen en zo, hebben we nu gezegd van we gaan die internationale week om bekendheid te geven aan het beroep in de wereld hoor, zeker. In veel landen is het al heel lang bekend allemaal even. In Suriname is het bekend bij een aantal mensen, nog niet algemeen. En hoe we dat gaan doen, dit is een van de manieren dat wij vragen om te worden uitgenodigd. En andere podia to the point, dus een van onze vraaggesprekken, discussie met organisaties. En op die manier krijg je niet alleen maar bekendheid, maar je gaat het beroep dat je uitoefent zelf profileren.
Dus dat is de bedoeling van die week allemaal. Hoe ziet u de periode die dus is uitgestippeld, 17 tot 23 april? Zijn er eventueel activiteiten, discussiemomenten en andere zaken die vanuit de vereniging SVPO worden ontplooid? Ja, ja, ik zie hem heel, heel hoopvol, want dit is een van ze allemaal. Hè. En ik denk volgende week of zo, of deze week nog even, is er een we hebben Zoom-meeting natuurlijk. Je weet, tegenwoordig is alles multimedia. En zeker, we nodigen mensen ook uit allemaal, uit alle lagen van de bevolking. Want we hebben zeker nodig, wat los mijn arki, Kakananga Doro, allemaal die arki ook toe. En die activiteiten zoals lezingen, daar krijg je ook natuurlijk een bepaald publiek erbij. Snap je? Dus je gaat die activiteiten moeten spreiden, ook in de districten allemaal even. Maar ik heb wel hoop voor de gemoed. En de benefit is dat je dus, in elk geval, dat beroep, die professie, breder toegankelijk maakt voor elkaar en Jan Modaal, voor de man van de straat even, ja. Want Tangano, ja, een soort barrière die, en die barrière is natuurlijk op vooroordelen, op ervaring en soms negatieve publiciteit, een psycholoog is echt dom money te maken, echt niet, ja. Nee, als je rijk wil worden, dan moet je andere dingen doen. Je verstaan? Maar van het beroep van psycholoog word je echt niet steenrijk. Je hebt ze maar wel. Je wordt wel rijk, maar op immaterieel niveau. Je krijgt zoveel satisfactie dat je echt paar komt. De man met problemen aan Makandra. Ja, de man komt. En na 3, 4, 5, 6 even. Je ziet dat je alobi go baka, de man de baka. En dat de midden van baka, want twee keer heeft mijn belly op. Dat is mijn één jongen, Abunda, ook kon jongen takatori. Huwelijke boombakken. Daar heb je geen geld gekregen, maar je hebt zo'n een sociale beloning en dat geeft je een heel goed gevoel. Dat je een beetje hebt bijgedragen dat dit huwelijk of deze samenwoning is gered. En dat is nog groter dan money. Is er sprake van een landelijke spreiding als het gaat om psychologen? Ik weet bijvoorbeeld in zo'n groot district als Nigeria hebben wij één. Mm-hmm. Dat weet ik meer toevallig even. Koronin Amdawang, komen wij nu onder één. Maar wij niemand even. Sibali niemand. Dat heeft te maken met onze historie ook allemaal even. Mm-hmm. Ik denk dus dat dit een target zal worden. Zoals we huisartsen hebben verspreid even. Mm-hmm. Maar dat is een deel van die ontwikkeling. Kijk, die verenigingen bestaan niet zo lang hoor. Dus we gaan over dit soort dingen toch moeten gaan nadenken van hoe we zijn ongeveer in Paramaribo, alleen was in 30 ongeveer hoor. Ongeveer, misschien ze meer even. Maar dat was een goede vraag. En de mensen die luisteren, zullen dat ook moeten meenemen, ja. Wordt de vereniging erkend door de overheid? Wij hebben een erkenning. En die erkenning is, wil je het beroep uitoefenen? Dan krijg je formeel toestemming van het ministerie. Je moet je papieren wijzen dat je gekwalificeerd bent even. En dat gaat via de vereniging, in zover ik het weet. Maar zo heb ik het ook gedaan. Via de vereniging. En dan zegt de vereniging akkoord ook helemaal. Ja? En dan zegt de volksgezondheid, krijg je een licentie helemaal om het beroep uit te oefenen. En dan heb je dat de formele erkenning. En dan de informele erkenning, dus dat steeds meer mensen een beroep doen op die vereniging zelf even, om dingen te gaan doen allemaal. Dus die erkenning is er. Laten we even aan de telefoon, want die is roodgloeiend. Goedemorgen, met wie spreken wij? Goedemorgen meneer Munga, goedemorgen Dirk. Rick Feigo. Ego, naar Robino? No, aan Robby Sente. Oh, Sente, va? Ah, rustig. Oké. Driko, meneer Munga, papa bijzigri. Mere mi bijzigri. Ik ben een jonge auto met tegen, mi zie verlieden graf straat, mi tegen vrouw Lukuna Mandis naar psycholoog. Ja. Om dat als kreeg, is er een Mandis die moet ik aaien. Zo eenvoudig mensen. Gandhi was ook eenvoudig naar zo'n mannen. Maar meer mensen op de fiets is de oplossing voor de verkeersproblematiek. Jawel meneer Munga, je hebt gelijk. Want er is al iets waar je van in vrede naar verkeerd. Maar ja, laten we gaan naar me vragen. Meneer Volk Munga, is er een verschil tussen een psychiater en een psycholoog? Dat is vraag 1. En mijn tweede vraag. Is de psychiatrie op de psychologie bekend met erfelijke belasting? En mijn derde vraag is. Ik heb een aanrijding een tijdje gemaakt, meneer Munga, met dodelijke afloop. En ik kon niet eraf. En
mijn pluimpje voor mevrouw Jingori Nanan Pandey. Ze heeft me verschrikkelijk goed begeleid dat ik helemaal door die trauma ben. Want dat ding was een trauma voor me. En ik was bang naar er te gaan. Want met Akmika door mijn loma, dat was in me. Want ik zat met een probleem dat ik s'avonds niet kon slapen. Maar meneer Mungra, ik kan tegen. Ik ga naar mevrouw Jingori met die allemaal aan de loman dat er me gehoord was. Maar ze begeleiden met de Bijbel in de hand. Is ze me verschrikkelijk op weg geholpen dat ik mijn normale leven weer kon zien. Dus mijn pluimpje voor mevrouw Nanan Pandey Jingori. Dat zijn mijn aandachtspunten. Dank je, Santa. Grand Tani Shantil Migibrara. En dan kan men van fiets ook toe. Jereno, eerste vraag. Een big verschil tussen een psycholoog, dan komt tegen de overeenkomst Wala toe, bestudeer, een psycholoog kan de iets horen, gedrag, zijn aan de achtergrond was maar het jaar in schrijf je gedrag. Ja? Een psycholoog, bijvoorbeeld de trauma, studeert 6 jaar. Een psychiater boeit dat hij in studietijd nog minder op een stuk voor gedrag, maar in studietijd nog langer op een gegeven voor dressie. Je bent dus naar arts eerst en dan later je gaat naar psychiatrie. Dat je doet nu 2 jaar. Dus op een stuk van medicatie, medicijnen, een psycholoog neerschrijft dat uit. Daartoe is je niet bevoegd. Tenzij te willen zijn ze. Maar meestal dus niet. Maar een psychiater kan schrijven, like mevrouw Pandey. Mevrouw Pandey, een boel dat je dat niet, maar mevrouw Pandey heeft voor contact even als je van boeken pas. Over een sanitie, ja, dus dan kan die een dressie toe, maar daarnaast kan door verklaring van behandeling, zij is reïncarnatietherapeut, like me, ja, en mede daardoor een behandeling aan jou, het trauma die je ondergaat, aan je pio, en dat nou een boezani. En een tweede vraag, wie vergeet ze De tweede vraag is erfelijke belasting. Ja, mooi, jullie noem. Wala mala sabi, ik ben lukko met alle de deurroko. Ben ik in de gevangenis, met de Sandaboma, met de Hazard of met der. En dan ben ik een boy, dan ben ik een boy van Ikira Frono, ai. Dan ben ik van je pa. Boy, dat is mijn pa, mijn pa, mijn wife, to vrouw. Van je grandpa, mijn grandpa. Dus dat je ziet, zei ik aan die agressie, ik moet ervoor. The one die been there before. Je verstaan? Dan kan je spreken van een stukje erfelijk belasting misschien. Ja? Ik weet, dus op een stuk van genen kan ik geen uitspraken doen. Maar een man grow up in een milieu bij boem voor agressie ben de grandpa. Maar ook niet verwonderlijk, en leg me leggen uit, ga hier volop nou, aan historia voor een Creole. Een historie van Aziaten, nou een historie van voor geweld, van zelfmoord. Voor slaven, en dan midden bezig aan het toesmaak voor onderzoekers aan dat hier, voor slaven, naar een geweld in Konja, naar een geweld in de gaplata broodjes met praten. En voor slaven toe, pleeg zelfmoord, de man Jopa Watra, de man bij wan, ook op plantage aan nieuw Aurora, bij de biggest maar van vrouw mee kon, ja, ook toe, pleeg zelfmoord. Dus deze zelfmoord suïcide, bij je lukken van, if suïcide bij de in de familie, ba. En samen leg je uit, naar een transdeel voor de psychologie, en de meekaring transpersoonlijke psychologie. Dat wil zeggen, samen voor, want transwoord de inter generationeel. Daar heb je van geslacht op geslacht. En voor Creole is dat van de Maron zo. Dat van koen dat je tap, van koen in de familie. En misabi, zo'n familie is dat als een vader dat we snikken. Ze allemaal verhalen, ik grandpa bekeer van dat we snikken. Dus dat koen dat de item. En dat is mijn briebassan ook. En je moet horen ook, dan is dat mijn briebie. Je verstaan? En dat na asan voor een belasting. En ik denk dat zo denk je in jou even, en een psycholoog, een taak even, voor ook naar jou, voor ook een pura sanis en voor Pandey, omdat in een
leek me reïncarnatietherapeut. Hij gaat naar je samen naar samen bij je voorouders. Samen kom mee dat dan een trap manier voor Luko. Trapsycholoog, nee, Luko zo, en hij bereikt ook resultaat. Want je hebt verschillende manieren om te kijken naar samen bij Sanono. Dus die hoop te gaan op zien, uitleg die zien. Die verstaan, kies antwoord op die vragen. Abon de Gibra. Centrum heeft dan ook de antwoorden gehad. U kunt bellen op 494-0. U mag ook een app sturen naar 83-9109. Goedemorgen. We hebben weer iemand aan de lijn. Met wie spreken wij? Goedemorgen, directeur. Dat is mevrouw Albertine Clarke. Mevrouw Albertine, heeft u een vraag voor meneer Mingra? Jawel, zeker. Mille Spekki Brada. Wat doen we, gaan we ervan uit tot dat voorvaderen, dat het alleen familiair is? Wat about nationale voorvaderen? Voor moeders die de boom voor zijn, die no boom met die dek, om abi de resultaten, om abi dat we zorgen van vandaag. Maar het gaat terug. Hoe gaan we daarmee om? Grantanje, mevrouw Albina Kraken, mijn breed dat mijn jurist in Bagana Sonnejai. Want ik woonde die altijd in het parlement, die weet u niet, naar de Haag ging om te protesteren met die andere. Het was een leuke spannende tijd. Even die vraag. Wat je zegt over die helden die dingen doen, de helden die goede dingen doen, ja, oké. Maar helden die geen goede dingen doen, een slecht voorbeeld geven allemaal even, en hoe elkaar de ding, maar hoe sap ding, die geven een slecht voorbeeld. In de psychologie spreken van modeling. Die zijn een slecht voorbeeld, slecht model voor veel mensen. En dat heeft zijn impact. Naast dus dat ding van voorouderbelasting allemaal, heeft dat wat ik zei, wat jij zei, van een nationale helden die dingen doen die eigenlijk niet zo geweldig zijn, die een slecht voorbeeld zijn, die hebben zeker een impact op het gedrag van veel mensen in het land. En zeker Tim Chiwang en Grokong, de man de CBR, de man de puber, de meisje takwa leider, Edouard Lossan die nog boem aan mij verkrachten van mij drinksoppie en een mannetje straf even. En dat voorbeeld dat hij, dat is een slecht voorbeeld voor, en hij werkt op een gedrag voor een Osmaïna Kondre. En dat Trawang, de takje aan een familie Mansani. Ja, en familie Mansani, dat is mij goed, de JPP, de windtherapeut, of die kan gaan naar een psycholoog, die kan zoeken voor een oplossing. Want dat is maar een oplossing voor Assan de Moroding. Dat nam je antwoord, ja, mevrouw Klaken. De lijn staat open 494-0. We hebben in de studio zitten de psycholoog Harry Mungra. En de heer Mungra is tevens ook orthopedagoog. En kan die ook, want de vereniging naar SVPO. Ja. Wacht, ik moet een keer vraag, dan komen we daar wel weer op het punt. Goedemorgen, met wie spreken wij? Hallo? Meneer Enig, promise me, met mijn nek, bel me even, omdat we een toestand zangen, maar hij vredig bel. Aan de schuw. Meneer Mungra, luistert u. Kijk, tegenwoordig in het Caribisch gebied staat Suriname verschrikkelijk hoog aangeschreven wat BBM, moedersterfte, aangaat. Zou er een kliniek niet kunnen geopend worden om zo'n beetje deze moeders die hun kroes verloren hebben, niet kunnen begeleiden? Want dan gaan we ook nog, dit is moeders kiezen die dat niet deden. Het trauma is dat die dat zei, een dame of een vrouw, dat mensen mij kiezen voor een dame, voor een beschrijving, dat hij vrede zwanger nu, want dan zou ik begeleiden nog dit. En hoe moet er op dat ding? Het was zo bij voorgeboorte is dat een trauma een zuster kan de voetbalgeleid ding moeders dan last ding kroes. En hoe de wang vereist het in een no zo, meneer Mungra. En mijn vraag is aan dame, stukt ik mijn actie op. Grantanje, mijn lobby van vraag. Pikkie direct, mij sabi dat bijvoorbeeld Jakanas ziekenhuis abwan psycholoog in dienst. Mij besabi dat die Vincentse ziekenhuis bij ab ook toe. Voor asset mij dat is zeker, want voor zich ons maar bedrijven. Maar het kan er maar aan, maar dat mij sabi. En, ik traf vraag voor jou, of ik bieke naar Sernang, Caribisch gebied, de hee. En dat was al even nou, in de jaren 80 Sernang, naar Trinidad, bij de nummer 2. Voor aantal in een grondtapu. En dat is een bombige oorzaak natuurlijk. Hè? En de oorzaak die voelde. Maar wat een belangrijke oorzaak ben je, dat die vooral naar die kerel,
in Prins Bernhardpolder, bovenmang van Hindoestaanse afkomst met Las de Oroco. De man begint op Moni Chaka Osso, zorgen de familie, en plotseling dat val weg. Dat de man drapen, de besap zal doen moro. Want een rol die bij Abi in een familie met je money met een man, beval weg. En want toen denk dat ik nou, dan moet ik misreven. En dat draagt bij dat ze dan kon nummer 2, op de nummer 2 naar Grootabon. Want Pisting, mevrouw Bonoasi, bij een speciale kliniek, maar dat nog de moro. Opmerking die taki abobon. En we hebben bijvoorbeeld een traumacentrum, dus Makango, in verstand. Maar ook naar de atozo ook toe, ja, want als aan voor bevalling, ja, kan denk ik sommige vrouwen de bevalling, bijvoorbeeld makkies bijna 16 tien, en maar van vrouw, want tien wat een moeilijk ding. En dat de atozo besteedt more aandacht. En een vraag voor jou, kan ik echt meenemen naar de vereniging om te kijken van, wat kunnen wij, kijk, we zijn een vereniging, en wij zijn midden in die maatschappij. Dus de maatschappelijke vragen, ik kon er om een stukje mee voor kijken ze ook aan doen aan je ding. Maar nogmaals, mijn compliment, mijn hoop dat ik mijn beantwoorde vraag naar de vredeheid voor jou. Abo? Dan hebben we nog een vraag die speelt. Ik krijg hier, hoe belandt een patiënt bij de psycholoog? Op eigen initiatief of na verwezen te zijn? Er zijn een paar mogelijkheden. De eerste mogelijkheid, de patiënt zegt van, ik ben gewoon. Mijn huisdokter naar Sabi, dat kan. Maar mij kon gewoon. Dan weet ik dat ik dit zo'n tarief bij me mee. Ja. En dat gebeurt regelmatig hoor. Mm-hmm. Een andere is van, je gaat naar je huisdokter. Je zegt de huisdokter, wat dan heeft moeilijk mee. En die huisdokter luistert. En in de meeste gevallen hoor, geeft hij dan een verwijsbrief. Mm-hmm. Hij geeft een paar kleine indicaties. Bijvoorbeeld kreeg gisteren nog iemand met eetstoornissen, hij schreef anorexia, een paar regels. Daar heb ik een beetje richting. En dan geeft hij je ook een garantiebrief van de verzekeringsbedrijven. Hebben daar en SZF ook, die hebben garantiebrieven. Dan kom je met die van de verzekering mee. En dan is het opgelost, dat gebeurt zo. Zo twee mogelijkheden. Mm-hmm. Een posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Deelt u ook wel eens hiermee? Jawel, PTSS, dat was een voorbeeld die veel voorkomt. Ongeval, we hebben nog een bigisma. We zijn een geval toen. We hebben een bigisma. De boy kon je zo. Ik verstaan bedreiging toch een keer. Dus een geval dat hij. En bakawan today, dat bigisma is hier, dat hij als tribuneer gaat. En ik ook kwijt even. Je verstaan, hij moest op je pie. En dus dat hij, terwijl voor het geval, kon ze gewoon slapen. Dat begon die euro, hij schreef hij gewoon. Maar sinds dat geval, hij ontwikkelde een soort slaapprobleem. En dat noemen ze een posttraumatische stressstoornis. En dat gebeurt ook vaak bij oorlogen. We hebben een jungleoorlog gehad hier, waarvan ik zeker weet dat een paar van die mannen nog niet behandeld zijn allemaal. Snap je? Dus je een risico hè, in van geval op zo'n traumatische gebeurtenis, van traumatische, en in de behandeling is in een soort tijdbom. Dus mij adviseert alles maar die mee kwam. Wat heavy ding, beroving, ja, verkrachting, zware bedreiging. Ja, zoek een JP, notabene aan wond, want een gewone wond op je lichaam, kan genezen ook, maar als je hem niet behandelt, kan hij gaan etteren. Maar een psychische wond, ik kom zo bij dat omorla je wakti, omorla lastig aan behandelingen deed. Oké. De telefoon die rinkelt nog steeds. laten we even kijken of we aan de lijn hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Al jaren hang ik aan de lippen van meneer Mongra. Met u spreken wij? Ja, met Cheryl. Cheryl, zeg het maar. Maar ik heb een vraag. Hij sprak over een heleboel vormen van psychologie, hè, Tito. Mm-hmm. Maar ik zit met een probleem met Tito. Hij is al een jongen van 17 jaar. Maar hij heeft een gedragsprobleem dat zijn ontwikkeling achterop het afpakken van eten. Want dan is het licht.
afpakken van eten? Ja, ongeacht. Ik moet eten achter in de kast zetten. Mm-mm. Naar met een feestje, naar feestje met hem gaan, nergens. Ja, ik voel kan ik mijn oplossing vinden. Jeroen Mungra gaat hierop reageren. Ja. Oké, Sheryl, ik weet Sheryl, Sheryl met Taki Odimiguru. Ja, ik heb een lekker kopje koffie gehad, je weet. Jeroen Sheryl. Dus iedere keer dat we zeggen, hij kan het niet bedwingen. Je hebt verschillende benaderingen in deze. Of voor mij is interessant, ja, van wat in die jongen maakt dat hij die handeling. Je kan spreken van een dwanghandeling. Ja, of met een mooi woord zeggen we, of stoornis in de impulscontrole. Dus in dit geval zou ik eerst goed met jou moeten kunnen afspreken. Ja, van wat kan ik doen wanneer ik die impuls krijg, jullie prikkel krijg om iets af te pakken. Wat kan ik zelf doen? Dat is één manier van behandelen. Ja, dat valt voornaam binnen de cognitieve gedragstherapie. Je hebt ook andere manieren van behandeling allemaal. Hè? Van, wat voel je? Er is een gevoel dat maakt dat je het krijgt. En die behandeling gaat meer naar de andere kant toe, namelijk bij regressietherapie. Ja, en beide zijn even goed, beide kunnen tot oplossing. Maar je moet het niet zo laten. Want als je het zo laat, dat kan een steeds ergere vormen aannemen. Jij bent 17 jaar, jongvolwassenen. En dan moeten we kijken van, vindt hij, de cliënt in dit geval, 17 jaar in behoorlijk verstand, vindt hij zelf dat hij een probleem heeft? Want dat is een belangrijk ding eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En wil hij ervan afkomen? En dan denk ik wel, als die willer is, de erkenning aan Jaans moeder, dan denk ik wel dat het met een aantal sessies zeker Sheryl kan worden verholpen. Abon? Nou, hopelijk heeft Sheryl dit allemaal gehoord. Het is dus zaak dat ze in principe voor een gesprek stapt naar een psycholoog naar keuze. Of misschien meneer Mungra, want ze zegt ze hangt al jaren aan uw lippen. Dat zou dus helemaal goed moeten komen. We gaan terug naar de volgende. Hallo? Ja, goedemorgen meneer. Goedemorgen, met wie spreken wij? Ik ben meneer John. Meneer John. Is er een zekere relatie tussen winkelkultus en de psychologie? Oké, blijft u luisteren, meneer John. Ja, meneer John, wat relatie daar? Alle twee horen ook naar gedrag, Fusma. Want 2 jaar geleden, die de Chimbebar Winter Scoro, trouwens een beetje Bakabusinji, trouwens een beetje Captain Winti, trouwens een beetje Alusani, dan ik ga, dat ik alleen Scoro aan het ding, ik ga Wageningen, ik ga naar een Tusma, waaronder een windtherapeut, ik ga naar een pandit, want er gebedsgenies, een warfeving. Ik maak gebruik van die kennis die er bestaat allemaal. En dan moet je wat exemplen. Ja, die kinderen die druk doen, nooit met dat kwam ching. Is druk, want je moet dat je bent druk, dat je bewaakt. Dus dat je passeert. Wat maakt dat kind zo druk? In de reguliere psychologie spreken ze van ADHD. Ja, dat is mijn ding. Een tablet, ja. En dat misleven je doet, met Luko dan, wat in dat kind maakt zo druk? Doet dat ze zo druk doet, allemaal even, ja. En dan wil Luko van, we zoeken ze een beetje druk, en met dat stukje gaan we verder werken van, hoe kunnen we daar een oplossing aan doen, allemaal even, ja. Dus, TCA, Winti, want aan Winti, de boeventherapeut, meneer Maknap nog een ding. Ja, die jeppis me ook toe. En smaak economie, ik ga ook toe naar een winnetherapeut, meneer Tak verbonden man. En ik was dan heel roken, trouwens ik ga naar kaum, trouwens ik ga naar pandit, trouwens ik ga naar shaman. Ja, en dat na een meerwaarde voor een roken van mevrouw Kamra Pandey. In een psychiater, maar als je dat cultuur dimensie. In een moest te gaan zijn, en roken ook toe. Je moest gebruik maken, ten was aan je roken, je moest gebruiken. Dan je roken, je liep even. Om even terug te gaan, zeker raakvlakken die, want alle toe, een wandel, met een probleem van smal los op. En dan even sabi, tien zo. Voor een windtheorie, maar soms maar,
studering, bijvoorbeeld meneer Woering, 70, gepromoveerd in Tapu van Bombi, dit boek als schrijven, later Trasmakong. Je verstaan? Dan, je hebt gebruik van, en sta in elkaar gebruik, je Libi. Belangrijk toe, je hebt de raakvlakken weer takken even, en ik kan gebruik van zijn in uw praktijk dat je moest doen. En ik van ook op de Libi. Dus raakvlakken de wel, die je bestudeerd in zijn, die je bestudeerd in zijn, dat je ziet dat hulpverlening, op een bepaalde opvatting. Maar een opvatting voor een hulpverlener kan worden verrijkt door andere opvattingen. En die doet dat, dat kan je bijzonder wel. Oké? Okay. Het ding in long, we gaan naar de volgende bellen. Snel even, Carlos. Goedemorgen, met wie spreken wij? Goedemorgen, dat is mijn persoon. Rosjosin, heeft u een vraag voor meneer Moengra? Nou, ja, een vraag. Ik wil meneer Moengra vragen. Iemand die er dan ook om dingen om zich heen te verzamelen. Je bij haar gaan potje, je gaat het niet gelijk gebruiken, maar je bij het. Je schenkt die lobbying op die vet agenda dat je bij het. Als dan is donker aan de 2-3 jaar, maar de afgelopen jaar, je bent van Oudu, dat je tegen de tak AIDG, heeft mijn bij je potje nog bij aan de. Maar intussen, je verzamelt. Wat maakt dat zo iemand die drang heeft? Mooi, blijf te luisteren. Ah, broodje als je een vijf wil, nou een boel vragen ook toe. We kunnen met mooie woorden verzamelen woede. Als maar wan wel los is, Sani. Vijf kan benaderen, Sani, zie. Want boel gesprek naar als maar, Sa en Mickey, hij wan bij zijn altijd. En ik kan geen inzicht, ik moet staan, want tra benaderen ook toe, Sa en Mickey. Awan bijzaan altijd. Sana amoro, a grondpraxeer, de belangrijkste reden. In zo'n geval moet je bespreekbaar maken. En if ano, sabi, sang in mik abai wan sang, dat wan tresande. Tak wan sang na ing, we kunnen bakken wan soort stoornis in de impuls controlen. Ik denk wan soort prikkel, een stimulus voor dwarszaamheid. En dat kan je bespreekbaar maken en kijken wat je kan doen tegen vieren dat kan zo zijn, je juki, dat je moet bij ons zijn. Ja, alleen maar verbieden helpt ook niet. Je moet beginnen bespreekbaar dat je tegen vieren dat je kan doen daarvoor in de plaats. En op die manier, als je goed vertrouwen hebt met de mens, dan kan het zeker worden aangepakt. Agoen? Oké. Okay. In het verlengde hiervan, heer Moengra, voor zo'n goeie eruit. Je hebt ook wel mensen die een, zeg maar, de man bekend tot een soort levensstijl voor verzamelen, wat er aan om de heen. Ja. Dat ik bijna een shahir Osomoro. Verzamelen. En je dan een soort veiligheid ook even. Dat die man wel een shahir. Dus men, op een of andere manier wil men niet loslaten aan dat je iets eigenlijk weg kunnen doen. Men blijkt het maar houden. Maar dat zijn een hoop op. Dat zijn een hoop op de stof. Allah, dat komt moois, dat komt tigre, dat zal niet komen. Dan staat die op psycholoog ook toe. Ja, het was maar eigenlijk gewoon een probleem. Het was maar de eeuw. Maar even omgevingen aan plaats vind. Daar oké. In zo'n geval moest ik naar een omgeving. Want if you want dit nou zo, dan is het niet zo'n probleem dat je leven. Maar even omgeving, dan moeten we bespreekbaar maken. Even, wat in die vrouw, het geeft sommige mensen een stukje gevoel van veiligheid, maar ook een gevoel van controle over dingen. Mm-hmm. En sommige dingen hebben een emotionele waarde voor mensen. Dat moet ik ermee verzamelen. Maar voor omgeving aan belasting, dat moet je bespreken. Dan, ja. Nou, de tijd heeft ons zo zoetjes aan ingehaald. Het is bijna 9, meneer Moengra. In verband met de week van de psychologie, of de psycholoog en de orthopedagoge, een slotremark van u. Nou, dat ik alle mensen vraag van Paul even luisteren naar de programma's die we gaan doen allemaal. We zijn voor het volk allemaal. En neem de goede dingen mee, zodat waar je nu bent, je nog sterker kan worden. Dan ga je zien dat je nog steeds meer en meer dingen inzicht krijgt in jezelf, maar ook in gedrag van anderen. Kom. Dankjewel, Harry Moengra vandaag in de studio geweest bij ons. En in de komende tijd zullen we misschien wel proberen om hem in de studio te halen. Want een vereniging van psychologen en orthopedagogen. Maar eigenlijk ook psychologie tori, maar ook orthopedagogen tori. Dus we hebben nu dat, zijn dat nog schuldig en gaan het de komende tijd zeker goed maken. We gaan eruit met deze koffiepraat en zijn er morgen weer. Goedemorgen.